Anycoin Direct uit Veghel. Kent u het? Ja, ik kende het wel, de naam, maar ik wist niet dat jullie in Veghel zaten. En Bram, daar ben je natuurlijk in 2013 mee begonnen, want iedereen is in 2013 begonnen. Uiteraard. 2013 was het jaar om te beginnen. Ja, en wat is jouw achtergrond? Wat deed je daarvoor? Ik heb 6 jaar bij de marine gevaren als elektrotechnicus. Dat is een goede achtergrond, elektrotechnicus bij de marine. En hoe kwam je toen daarvan, dat is een mooie achtergrond, maar hoe kwam je toen bij die Bitcoin en jouw Anycoin Direct? Ik woonde samen met een neefje van mij in één huis en hij kwam Bitcoin tegen, heeft mij geïntroduceerd. We zijn samen heel snel heel enthousiast geraakt en met een goede vriend van ons was een hele goede programmeur. En toen zijn we even met hem gaan praten, we moeten iets met die Bitcoin gaan doen. Toen dachten we, ja, wat kun je ermee doen? Nou, de eerste logische oplossing, zeker in 2013, was het verkopen van Bitcoin. Want het was toen de tijd nog niet al. Zo slecht geregeld toen, het was echt een ramp. Absoluut, het was niet altijd even makkelijk. Bitonic was hier de eerste? Of Ja, Bitonic was inderdaad wel de eerste. Het was enigszins een inspiratie voor ons. Je had Mt. Gox als grote exchange toen. Maar als je daar bijvoorbeeld een vraag moest stellen, dan mocht je wel eens 3 weken wachten op je antwoord. Ja. Toen dachten wij, dit kan beter. We kunnen dat proces gestroomlijnder maken. We kunnen zorgen dat service centraal staat. Het onderwerp van Bitcoin was zeker toen de tijd heel erg abstract. Nu nog natuurlijk, maar toen nog meer dan nu. En toen dachten wij, we moeten het proces zo makkelijk mogelijk maken, zodat iedereen die er gewoon in geïnteresseerd is, laagdrempelig mee kan beginnen en zijn eerste bitcoins kan kopen. Oké, dus in 2013 zijn jullie begonnen. Heb je het ontdekt en wanneer ben je live gegaan? In april 2013 zijn we live gegaan. Ik heb het zelf ontdekt in december 2012. Okay. En wat was toen de bitcoin, weet je nog? Ik heb mijn eerste bitcoin gekocht voor 5 euro. Die heb ik ook meteen online ergens uitgegeven. Dus helaas heb ik die niet meer in mijn portfolio zitten. Ik heb de eerste 100 verkocht voor 7 euro per stuk. En die heb ik pas verkocht toen ze 700 waren. En daar heb ik er een Tesla van gekocht. Dat was heel dom van mij, want ik had veel beter dat pensioengeld kunnen gebruiken. Aan de andere kant is van 7 euro naar 700 euro natuurlijk een fantastisch rendement. Was er niks mis mee, maar daar heb ik een Tesla voor gekocht. Ja, die is natuurlijk na 3 jaar, ben je alles weer kwijt eigenlijk. Ik had veel beter dat gewoon stomme dingen. Oké, wat waren de grote stappen voor jullie die je eigenlijk gemaakt hebt in die jaren? In de jaren zijn de grootste stappen natuurlijk het beginnen met aannemen van personeel. 2017 is voor ons vooral een jaar van explosieve groei geweest. Zodat helemaal gek, hè? Ja, zoals dat bij meerdere cryptobedrijven het geval is geweest. Maar niet meer aanspreekbaar. Wanneer was dat eigenlijk? In september of zo? Begon dat of in juni? Wanneer begon die gekte? Nou, de echte gekte begon in november, december. Maar we zijn in 2017 van 4 man personeel naar bijna 50 man personeel gegaan. Dus ja, dat was wel een groei die wij nooit geanticipeerd hadden. Nee. Waar heb je dat geld vandaan gehaald? We hebben eind 2013 een private investeerder aangetrokken die met ons mee het bedrijf is gegaan. Die heeft ons gezorgd dat wij liquiditeit hadden om te handelen. En op een gegeven moment hebben we hem gewoon zijn investering terugbetaald en we handelen op dit moment volledig op eigen vermogen. Ja, alleen maar uit de marge van de handel? Ja, marge uit de handel en natuurlijk de waardestijging van de verschillende crypto's. Want je hebt zelf ook gewoon nog voorraden, zeg maar. Ja, absoluut. Als bedrijf hebben wij gewoon gezien, dit is een gigantisch potentieel in de markt. Dus ook als bedrijf zijn, hebben wij daar ook gigantisch in geïnvesteerd. En daar hebben wij nu de vruchten van geplukt. Ja. Nou, dus het werd geweldig en fantastisch en amazing. En je werd helemaal gek van in december en zo. Want toen had je heel veel mensen die bij jullie wou inschrijven. Ja. Hoe heb je dat overleefd? Moeilijk. Dat was echt 7 dagen in de week. Van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds werken. En gewoon mensen zoveel mogelijk helpen. Kijken waar je systeem efficiënter kan maken. Welke stap je er kan automatiseren. En zodoende proberen om gewoon... Zijn jullie toegegroeid van hoeveel naar hoeveel in die afgelopen 6 maanden tijd? Ja, van personeel dus van 4 naar 50. Van gebruikers. Het is een beetje een ruwe schatting, maar van 50.000 naar 300.000. 300.000, oké. Okay. Je hebt 300.000 en zo. En als je kijkt... Tegenwoordig wel iets meer, maar in 2017 was van 300 tot, van 50 tot 300. En tegenwoordig... Hoeveel procent doe je in Nederland, hoeveel procent buitenland? Ik schat dat ongeveer 20-25% Nederland is en de rest van Europa. Welke landen zijn jouw grote landen? Duitsstalige landen zijn bij ons groot, maar ook Frankrijk, Scandinavië hebben een rol, maar ook vooral Nederland en België. Nederland en België, oké. En dan nu, de crypto winter. Toen werd het opeens weer rustig. Je had je systeem op orde en wat ga je dan doen? Dan ga je proberen de organisatie in de structuur verder op te bouwen. Zorgen dat je je compliance op orde hebt. Zorgen dat je voorbereid bent op toekomstige wet en regelgeving. En gewoon zorgen dat je systeem efficiënt wordt. En dat je klaar bent voor die volgende aanwas van de grote klanten. Ja. Bram, vertel. Wanneer komt de volgende aanwas?
Ja, als ik dat... Wanneer verwacht jij dat? Als ik dat wist, dan had ik het graag verteld. Maar ik verwacht natuurlijk wel voor de halving in 2020. Dat er ruim voor die tijd nog een gigantische aan was. All-time high. Ja, all-time high. Ik denk persoonlijk van wel, maar natuurlijk is daar geen enkele garantie op te geven. Maar wat zijn de munten die jij doet? Ja, we bieden 20 verschillende cryptocurrencies aan. Degene waar we het meest in handelen zijn natuurlijk Bitcoin. En daarnaast bijvoorbeeld currencies als Ethereum, Litecoin, Monero. Dat zijn Bitcoin Cash? Nee, die bieden wij niet aan op dit moment. Oeh, we hebben hier gewoon een... Hoe komt dat nou weer? Want dat is inderdaad echt een scherpe scheiding. Hè? De mensen die Bitcoin Cash wel en niet accepteren. Ja, dat is een beetje ideologie van ons als founders. De manier waarop Bitcoin Cash ontstaan is toen, daar stonden wij niet helemaal achter. Natuurlijk, helemaal niet. Natuurlijk kun je het wel toevoegen uit commercieel oogpunt. Ik zal ook niet zeggen dat we het nooit zullen doen. Maar persoonlijk heeft het gewoon niet mijn voorkeur. Oké, wat zijn de dingen die je eigenlijk als dienstverlening wil gaan doen voor de komende tijd? Ja, kijk, we proberen ons te onderscheiden in het verlenen van zo goed mogelijke dienstverlening. En dat houdt in toegankelijk zijn voor je klanten op verschillende mediakanalen in zo ruim mogelijke openingstijden. En zo veel coins. Kan ik ze bij jullie ook storen? Heb jij je eigen geïntegreerde wallet? Nee, wij bieden geen wallets aan en dat doen we bewust. Bitcoin is ontstaan met de ideologie ben je eigen bank. Beheer. Nee, jij stuurt het gewoon lekker, je mag het ergens naartoe sturen, je houdt niks. Je houdt niks. Ja, precies, Bitcoin is ontstaan om je eigen ben je eigen bank, doe dat dan ook, beheer je eigen private keys. Wij zijn er daarom wel echt voorstander van om goede informatievoorziening te bieden, zodat mensen ook wel weten hoe ze dan hun eigen bank moeten zijn, waar ze moeten op moeten letten, hoe maak je goede backups, welke wallets gebruik je voor welke... Uiteraard, dat doen we allemaal. Ja. Hey, wie zijn je bankrelaties? Wij bankieren op dit moment bij de ING. Dat is toch wel eigenlijk een beetje, dat heeft iedereen eigenlijk een beetje, hè? Nou, er zijn verschillende brokers die daar bankieren, maar ik weet ook dat sommige partijen bij andere banken bankieren. Nee, maar ING is toch wel degene die bunkt natuurlijk een beetje, maar ING is toch wel een beetje degene die het toch een beetje doet. Ja, klopt, maar wij zien daar een heel waardevolle partner in, ook in informatievoorziening en we kunnen goed met ze overweg. We hebben goede samenwerking, we zijn transparant in de manier waarop wij werken. Hey, je bent wel echt goed geworden in lullen, hè? Van de marine in die afgelopen jaar. Je weet heel goed hoe je alles in zeer diplomatiek kunt uitdrukken. Ik doe mijn best. Van elektrotechnicus naar ondernemer en een mooi bedrijf met 300.000 klanten en in Veghel. Een hele mooie, bijzondere plek. Dankjewel. Ja, bedankt.